Je wil gewoon alles eruit halen wat je die dag in je hebt zitten. Dus als het misschien niet mijn beste dag is, dat ik van die minder goede dag wel de beste minder goede dag maak. Mijn naam is Maxime Jonker, ik ben 26 jaar en ik zeil aan de Laser Radiaal. Ik heb 2 keer zilver op het EK en 1 keer zilver op het WK gewonnen. Toen ik 7 jaar was, ben ik begonnen met zeilen in de Optimist. Eerst naar zeilkampen en vervolgens in Loosdrecht bij de KWVL. Ik vind het wel heel tof dat je op het water, op de zee, met allerlei soorten omstandigheden op avontuur gaat eigenlijk. In 2011 werd ik voor het eerst Europees kampioen in de Laser 4.7. En dat was wel het moment dat ik dacht, ja, misschien is het wel realistisch. Ik ben echt in staat om dingen te winnen. Toen is mijn droom eigenlijk een doel geworden en dat is Olympisch goud. In 2020 won ik zilver op het WK, maar ik ging in 2021 niet naar de Spelen in Tokio. Dat komt omdat er maar eentje per land, per klasse mag. En ik had die selectie daarvoor al verloren van Marit Bouwmeester. Dus ik ga nu volle bak voor 2024. En ja, er is een kans dat je daar helemaal niet naartoe gaat. Want er gaat er maar eentje en we hebben heel veel goede zeilsters in Nederland. Het niveau is weer hoog en iedereen is weer gebrand voor de volgende cyclus. Ik denk dat ik de afgelopen jaren wel heb bewezen dat ik thuis hoor in de wereldtop. En dat ik dat steeds zelf ook begin te voelen. Dus ook op het WK moeten ze gewoon hard vechten om mij heen te varen. Want ik ga niet zomaar aan de kant.